hier niet, nee. Maar Overbos die is ook zeker stichter. Nee. Anders. Yep. Dit is zo'n irritant rotkruis een keer. Moet je net hebben deze met die stoplicht. Is leuk. Dan wacht ik altijd nog even liever, want dan doe ik ook een goede fiets. Ik kan beter even. Die had ik al wel. Dat komt omdat je eigenlijk, als je moet sturen, dat je te schakelen. Ja, ik zag hem dat. Twee handen moet hij terug, hè? En anders dan blijf je rechtsaf gaan bij de stoep van. Ja, toch wel, hè? Het is niet handig, hè? Nee. Kijk, doet de handrem dan zo? Ja, nu! Nee, ik kom er eigenlijk zeggen, dat gaat het nou niet worden. Kom straks. In ieder geval voor mij. Ja, dat is straks een hele tijd iets stijlers. Ja, bedankt, hè? Ja, ik vind het. Parkeren, achteruit in parkeren. Ja, zeker.
binnenspiegel ook, maar ook in de buitenspiegels. Was dat eigenlijk? Precies in het midden van de weg. Ja. Dat is wel goed. Het is een brede asfalt, dus hier inderdaad zo breed. De andere kant ook zo breed. En dan blijft er een strintje over. Die moet dan aan elkaar geteerd worden. Ja, streep. Graag de hik. Heinrich, we gaan rechtsaf. Yeah.
theorie dan, Karin? Hè? Theorie. Nee, hoe het daarmee gaat. Ja, leer een beetje. Ja. Ja, echt. Ik denk het wel. Ja. Zit je nou ook op een cd'tje? Een cd'tje van jou. Had ik maar zo'n rijinstructeur gehad. Want? Lekker rustig, gewoon rijden. Je mag zo meteen naast me zitten hoor. Ja, ja. Ja, ja. Kun je die nog een beetje krijgen? Nee. Nee. Niet veel? Nee. Tel of niet, nee. Keertje nog hergereden. Nou, ja, dat wel. Delft. Op de fiets. Hè, Rauw? Dat ja. Was. Op de fiets. Naar de IKEA. Oh, ja. Wilden we hier rechtdoor volgens mij ergens. Langs het water. Maar dat mocht niet, want het was afgesloten. Vanwege een heleboel voetgangers die zo nodig hardlopen, al daar. Ja. Daar was Karen niet zo blij mee. Nee.
nee, want dan moet je in één keer IKEA zoeken. Van waar is de hemelsnaam IKEA? Gaan we weer terug naar huis. Dat was niet IKEA. Ja, we zijn er langs kunnen rijden. Ja, dat klopt. Nou, is het zo ver mogelijk rechtdoor. En dan gaan we daar met de auto uit. Dus bij die auto, daar gaan we... Ja. Niet het hek binnen, eigenlijk. Niet, jammer. Had ik net even zin om eventjes deze auto even en naar dicht en te rijden. Voertuig. Ja, ik kan iedere keer in die rem erin op, als dan ik in de kop in druk. Vat ik niet. Ik vind het leuk in die rem, in de touw. Ik vind het leuk. Kan je de handrem gebruiken? Hè? Kan je de handrem gebruiken? Nee, dat doe ik dus niet. Dat is handig. Ja, dat is fijn voor jou. Handig, een handrem. Ja. Die rem niet meer nodig, kijk. Nee, maar gewoon aan die koppeling in duwen. Ja, dat is ook handig, met linkervoet. Dat doe ik ook. Dat weer. Ja, ik kan eruit. Ja, en dat doet hij dus ook. Zie je wat ik bedoel, Ruil? Met van dat moet je dus niet doen? Ja, maar het is dicht aan de kruis. Heb je daar een opstelstraat? Ja, begrijp ik. Ik ben er ook niet zo blij mee. En want als je dit doet in mijn nek, samen ben je gezakt. Ik ben niet gezakt, maar. Je moet het wel zelfstandig doen. Dus rekening houden met de omstandigheden. Ja. Nou, keer hem maar even. Dan ben je nog steken. Ik heb op camera staan hoor. Daar ben ik heel snel in. Heel even terugkijken. Wat je nu zegt, moet je links. Wat je nu zei, dat wordt straks tegen je gebruikt. Waarom? Via de... Zebier. Naar rechts. Nou, daar legt hij vaak van
rechtsaf. Zonder verkeerd weg. Dat doen we nu uit. Weer stoplicht. Je moet wel terugsturen. Ja, dat heb ik in de gaten. Dus je kan daarheen kijken, maar je moet wel met de bocht meesturen. Zonder stoep. Ja, dat bedoel ik. Ga maar even door. Ja, kan het weer? Ja, kom maar. Nou, die stuk van die ligt al een hele tijd. Nou. Ja, dat is fijn, Hans. Dat ik er al een hele tijd lig. Dat is heel fijn dat het er al heel lang ligt. Heel lang terug in de auto rijden. En ik ben niet open als het gaat. Dit is een klein autootje. Nee, niet waar. De Astra die is breder. Ja, dat zeg ik. Die is breder. Dat zeg ik. Maar als je niet gewend bent, dan zou je met deze leuterstok wel raken. Nee, dat weet ik. Rechtsaf. Smallinkaring, wij hebben de rode pijl, dus probeer het door te krijgen. Waar was hij dan? Dan was hij nog hier al ergens, dat ik hem niet zag. Nou, soms valt hij weg. Zo deze. Toen ik jou tegenkwam op de... Diamant Ostia. Diamant Ostia. Ja. Wat heb je nou weer voor een autootje? Ja, ik had het zo. Hé, wat is dat nou voor een autoding? Nee, het is een zilveren, blauwe. Ja. En die andere die, nou ja, echt versleten was die niet. Ja, dat is ook niet fijn, nee.
Ja, want... Dat is van, oké, met welke auto kom je? Met automaat of met de schakelaar? Met automaat rijden. Overal in mijn benen, ja. In mijn hele lichaam. Ik kan het zomaar in één keer koud krijgen. Dan zit ik of dit. Nog steeds? Nog steeds? Ja. Wanneer wil je hem? Jonge dames straks. Waar wil je stoppen? Daar verder. Yep. Eerst even het draadje keren, denk ik daarvan. Ken je die? Het draadje keren achteruit de hoeken. Ah. Is leuk. Dat is voor jou leuk. De heuvel op. Ja, ik heb het één keer moeten doen, het is een ramp, ja? Maar ik ben er wel uitgekomen. Okay. Met z'n allen remmen iedere keer. Juist. Zo moe van. Lopen dat nou niet met je handrem? Dat is handig. Nee, dat is niet handig, niet. Weet ik zeker dat hij stilstaat. Ja, je moet wel best oplichten met een heuveltje. Ja, misschien een beetje. Kun je lekker om je heen kijken. Nou, even kijken. Hier, op mijn ben hier. Voor de bus. Zo, nou. Hoppa. Hey, even kijken. Vraag Karin. Nee. Begin niet. Lekker. Nee. Begin alleen, niet, hè? Nee. Nou, vind ik het wel beter. Lekker een paar kleine bootjes. Ja. Je zit nog steeds onder het niveau wat je had. Had natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar dat is logisch. Ja, dus anders dan 2 jaar bijna. Ja. Zat het wel terug. Mm-hmm. Ja, en hier, als je... En ik wil hem ook wel oppakken, dat weet je, maar daarom heb ik juist ook deze even weer ingepland, omdat je dus nu weet dat ik dus heel snel ook mijn buikbandcorrectie ga krijgen. Dan lig ik gewoon even uit. En eigenlijk daarna wil ik hem gewoon helemaal weer op gaan oppakken. Dus dan weet je er wel van. Dit allemaal gehad? Mm-hmm. Nou, dan zit je hier met scan. Ja. Ziet je natuurlijk weer helemaal teruggezakt. Ja, dat weet ik. En nou, het sturen op zich. Redelijk, nou, dat maar. Dat is eigenlijk. Ik wist je ook weer een scan doorkijken. Ja, ja, klopt. En geen handelingen uitvoeren in de bocht. Dus jij wil in de bocht een handeling uitvoeren. Dat gaat er niet voor. Ja. Nou, dan heb je dus. Een en dan. Het koppelen, hè? Ja. Even beginnen, de snelbus. Ja, maar dat is altijd mijn euvel al geweest. Ja, met deze auto. Nee, maar. Hij is zo soepeltjes. Ja, maar dat deed die andere niet? Dan hebben we hier al, want eigenlijk een wit achter ons gelaten. Ja. Om het toch weer bepaalde dingen te doen. Weer even terug, maar dat is logisch. Schip 17, dat was schaken, zie je? Tref zeker. Ah, dat is de juiste zijn. En hier uit die koppeling rustig los. Maar dat was die andere over.
En dan dat wel gewoon als het rust. Mm-hmm. Waar we hiermee bezig? Voor een afstand, een kusje. Nou, dat hebben we toch aardig goed gedaan open op de snelweg, Hans? Ja. Oh. Herringproef. Heb ik ook nu gedaan. Uit, nou, dat heb ik ook nu gedaan. En voor, nou, we hebben eventjes deze gedaan. Dat is nog een proces. Ja. Dus toch even nadenken. Ja, maar dat is altijd even nadenken. Afsluiten in de file hebben we nog niet gedaan. Dat was wel een huiswerkoperatie. Mm-hmm. Dus die houden we vast. Ja. Yep. En dan hebben we hier eventjes met invoegen gedaan. Maar dat gaat ook nog steeds beter. Want in het begin, en dat weet je, toen moet je mij echt gewoon helpen op en op de snelweg. Weet je nog? Heel in het begin. Dat ik het heel erg eng vond op de snelweg en vooral met vrachtwagens. Ben je bang in tunnels? Nee Hans, maar ik ben wel bang voor vrachtwagens. Nee, nou, dan help ik je toch? Zijn groot hè, die dingen. Hou op schijt. En net zoals nu net, en dan zie ik hem op me afkomen en denk ik oké. Okay. Nee, dat komt wel goed. Nou is goed Karin, nou mis je maar even met je geliefde. Ja, ga ik doen. Zuidon! Linksaf.
interessant en dat zit hier in de buurt, ja, dat klopt. En hier houden we hierin straks. Dan ben je weer bij zand. Ja, die hier, die zit hier al om de hoek. Ja, een stukje en rechtdoor, ja. Ja, kijk, en daar hebben we zand. Oh, voor je snuffert. Voor je snuffert is zand. Ah, dat is het loods. Ik ben kijken. Ja, je kan niet verder. Voor jou bestaat het niet. Wie ringt dan die andere? Ja, die, ja. Kijk, hé, collega. Die, ja. Vreselijk ding. Ja, deze zijn wel leuk. Je hebt ze inderdaad nog wat langer, maar dan rijdt post.nl mee. Alles ingedoken. Hey Hans, mag je over de fiets dingetje rijden over met de auto? Mag dat? Wat bedoel je? Oh, suggesties nou? Nee, vanmiddag hier op het fietspad. Oh, ja, dat je mag op zo'n fietspad. Ja. Kan mijn auto vandaan aan het fietspad af. Oh zo. Ja. Een stukje afsnijden, je had geen zin om te rijden. Hé, luister eens, Roderick. Ja. Als je in de bestelwagen rijdt, moet je niet vergeten. Nou, als je nou linksaf zou gaan. Ik zou zeggen, plak hem af. Ja, hij zit er niet in hoor. Jammer. Nou, deze bedoel ik. Ja. Linksaf zou gaan. Zou plak hem af. Dus uit het rest zou staan. Nee, maar hoe zou je dan in de spiegels kijken? Daar kijken, ik zou hier kijken. Ja, contra kijken. Dat is goed. Hoe kom je aan die wijsheid? Normaal gesproken. Iemand heeft me dat ooit eens verteld. Ja. Ja. Normaal gesproken kijk ik van binnen naar de schouder. Dan vind ik gewoon dat je daar wat snel mee bent met spiegels kijken. Jij doet echt dit, hè, zo. Cheek. Mm-hmm. Ja. Dan zie je ook niks in de spiegel als je dit doet. Het is gewoon 1, 2, 3. Dus die tijd moet je wel nemen hoor, die spiegels. Oké. Om een goed zicht te krijgen. Ja? Ik weet niet of dat er ingeslopen is na je examen. Of met je examen zou je dat waarschijnlijk niet gedaan hebben. Nee, dat is echt gewoon een goed kijken. Tik. Dan moet je echt goed erin houden. Ook met ook in de bestelwagen. Dus spiegels. Gewoon rustig. Wees blij aan dat dit erop komt. Die tip dan voor de bestelwagen. Inderdaad, de binnenspiegel heb je niet. Dus komt daar kijken. Ja, voor de rest gaat hij lekker. Ben je ook gewend als je een rood verkeerslicht krijgt om altijd terug te schakelen? Ik ren wel op de markt mee, want er aan de tijd van. Ja, heb je dat geleerd ook van de tijd? Ik heb een auto gereden, ik geef mezelf aan, automaat. Hè? Ja. Nu had ik in die andere auto ook, er zat een lichtsensor in en een regensensor. Ja. Ja. Nou, dit is gewoon normaal, allemaal gewoon zelf bedienen. Ook de lichten. Ja. Dus ik zal zeggen, van nou, we gaan straks een tunneltje in. Tweede stap, ja. Nog één stap. Ja. Dan sta je op de dimlichten. Ja. Oké. Oké? Netjes. Ja. Nou, ja. Nou, heb je auto ook gezien? Dat is een beetje dezelfde auto. Ja, die geeft geen voor. Ja. Dat werkt. Ga ik even kijken, gaan die rijden. Dan gaan we weer naar links.
Daar rijdt hij op de fietspad namelijk. Ja, zo ja. Maar die auto van daar kwam. Want het was vanmiddag een behoorlijk ongeluk. Ja, met die volle deuk in. Het was vanmiddag een behoorlijk ongeluk namelijk. Eenzijdig, maar er was dus namelijk een auto te water. Oh, daar is bij de MS daar. Ja. Spoorwegen. Ja. Waarschijnlijk een bij of een weet ik veel in de auto. Ja, ja. Echt waar, joh? Ja. Toen denkt hij van, rij ik het water in, dan verzuikt hij bij wel. Dan verzuikt hij zelf ook. Nou, en zijn hele voorruit die was aan diggelen. Dus hij moet erg tegenaan zijn gekomen. Want ik denk niet dat en dat een voorruit door de airbags kapot gaan. Oh, hij zelf. Yes. Nee, daarom. Dus dat lijkt me ook al stug. Ja. Geen bericht is rechtdoor. Dat is het lekkerste bij ons. Als hij niks zegt, is het gewoon rechtdoor. Is leuk. Ik heb niet. Toch maar is leuk. We staan wel dicht op elkaar om te slaan. De motor zou ook kunnen. Ja, maar ik ook. Kijk, en daar heb je je collega. Ja, ik ben een ex-collega. Ja, bijna. Werkt hij al bij de post? Nee, ik werk niet bij de post. Nog wel. Maar wanneer je de post gaat? Ik ga naar post lopen. In Voorburg. Ja, vlak bij jou. Ja, echt? Ja. En maar een leuk hondenspeeltuintje hebben jullie trouwens. Links, een dubbeltje is hoezo heb je een hond dan? Ja, ik heb er twee. Ja, eigenlijk één, maar die andere die staat op een op jas. Ja, joh. Ja, joh, tuurlijk. Ja,